Hallo met Christel, ik ga kies je kaartreading doen voor jezelf of je zielenles. Dus wat je misschien nog moet leren, hè? Ik heb vier groepen. Ik was zeggen, gisteren naar Abba geweest en het was hartstikke gezellig. Echt genoten 2 uur lang. Dus de show was. We dachten dat we pauze kregen, maar dat was niet zo. Dus het ging constant door. En ja, ook al klinkt de stem natuurlijk niet helemaal als Abba, maar ze had ook wel dezelfde kleren aan af en toe. Dus dat was wel grappig. En ja, dezelfde blonde haren en andere wat krullend. Nou, ze hebben, en die band zelf, ja, die speelt wel hele mooie Abba-muziek. En het was wel een hele happening. Ik merkte ook heel veel. Van te huis bij mij in de buurt van Sideris is dat. En ja, er waren ook heel veel mensen van. Dus Mongooltjes en geestelijk gehandicapten. En ja, de hele zaal zat vol eigenlijk. Dus dat was wel een hele happening. Moesten zelf zingen, mochten dansen tussen de stoelen. Dus ja, ze maakten een hele leuke show van. Dus we hebben echt genoten gisteren. Ja, en leuk al die nummers van vroeger. En ja, even was je even in de waan dat je bij Abba was. Maar ze zijn al oud, hè. Dus ja, ik heb ze nooit in het echt gezien. Dus het was wel even dat je denkt, oh ja, we zijn bij Abba. Maar goed, ja, het kan nooit. Ze is zo goed, die Agneta, met zingen, dat... Ja, zo diepte in die stem en zo, ja, dat miste ik wel een beetje bij deze vrouw. Maar voor de rest, al die bewegingen en zo, ze deed hartstikke leuk. Goed, we gaan beginnen met laten zien wat ik op die kaart heb staan, hè, voor jullie. De eerste is varken. Ja, dat is een zelfgemaakt varkenknorretje. Iemand is heel creatief geweest. En dit is weer zo'n beeldje, zo'n Engels beeldje, een neushoorn. En dan hebben we hier een zeehond. Daar staat helemaal niks op voor de rest. Van tin. En hier hebben we een poesje. Het lijkt alsof hij echte oogjes hebt. Er staat ook wel iets op. Iets van uit Holland wel. Dus ja, dat zijn de groepen die ik kan kiezen. En dan zie ik je zo meteen bij de eerste. Ja, varken. Oké, varken hebben jullie gekozen. Jullie hebben twijfels. Omdat je de antwoorden nog niet weet. Ja, heel veel mensen hebben twijfels natuurlijk als je geen antwoorden hebt. Dat is een beetje ook wel iets wat in de mens zit, hè? Van twijfelen, van ik heb nog geen antwoorden, ik zie nog niks gebeuren, past bijvoorbeeld die persoon bij mij, zal ik van baan veranderen, zal ik die uitdaging aangaan, dat soort dingen, hè? En je wil eigenlijk, misschien ben je wel iemand, een perfectionist, die echt wil. Ja, ik moet antwoorden hebben voordat ik weer ergens aan begin. Maar dit is eigenlijk iets doen in blind vertrouwen. Dus je weet, je kan niet in het hoofd van het universum kijken wat het universum voor jou bedoeld heeft, hè? En die les mag jij leren. Dat je dus vol vertrouwen, zonder twijfel, zonder antwoorden een stap kan zetten, hè? In de richting wat het universum wil. Dat is meestal ja, een onbekende stap. En je hoopt dan dat het goed komt. En dat is eigenlijk in blind vertrouwen een stap zetten, een sprong wagen. Dus aan iedereen moeten we een pad lopen, hè? Dat is je levensdoel. Van tevoren weet je niet hoe lang je levensdoel duurt, hoe lang die weg is ernaartoe. Hoe snel je iets leert, hè, van het universum. Dus ja, je moet ook liefde en compassie gaan voelen. Liefde voor jezelf. Liefde voor de medemens.
Ja, en je snapt niet van, ja, waarom doet het universum dat misschien, hè? Waarom moet ik door zulke moeilijke dingen heen om dingen te bereiken? Misschien verlicht te worden of dat soort dingen, hè? Ja, en maar je gidsen, die begeleiden je natuurlijk op het juiste pad. Als jij wat afwijkt, proberen ze toch altijd weer jou op het goede pad te krijgen. En misschien stoot je af en toe je hoofd het ergens tegenaan, hè? Maar ja, dan leer je er wel van, hè? Ja, je krijgt waarschijnlijk heel veel inzichten van mensen om je heen misschien ook wel. En je gidsen, hè? En ook leraren op je pad die jou helpen om die twijfel weg te nemen. En ja, te denken, ik ga er nu echt voor wat ik zelf voel, wat mijn intuïtie me ingeeft. Waar ik dromen van krijg. Hè? Want het universum wil je altijd misschien met dromen waarschuwen ergens voor. En dat kan je negeren, maar meestal heeft dat geen goede uitwerking. Dat kan ik je wel vertellen. Is mijn ervaring ook, hè? Dus je kan beter maar luisteren eigenlijk, hè? En zonder twijfel die sprong wagen naar het nieuwe misschien wel. Dus zonder dat je alle antwoorden weet. En dat is misschien een nieuwe les voor je, hè? Misschien ben je dat niet gewend. Goed, dat was de eerste groep. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, de volgende kaart, hè, is van de neushoorn. Jullie hebben jaloersheid. Ik ben hetzelfde als iedereen, maar met andere uitdagingen. Ja, misschien ben je wel jaloers omdat het bij andere mensen beter gaat dan bij jou vaak. Dan lijkt het net of bij hun altijd alles op rolletjes loopt, hè? Terwijl het bij jou heel zwaar is. Dan denk je van, waarom is het bij mij zo moeilijk, hè? Waarom heb ik zulke moeilijke uitdagingen? Maar weet dat. Ja, de beste leerlingen krijgen ook de zwaardere opdrachten, hè, van het universum. Dus ja, er zijn misschien heel veel obstakels in je leven. En dat hoort ook zo te zijn. Hè. Het leven mag niet te makkelijk worden, want daar leer je van. En misschien zijn de mensen ook jaloers weer op jou, omdat jij spiritueel groeit. En jij denkt, jij bent misschien weer jaloers op iemand anders, hè? Van waarom krijgt hij wel die goede baan en ik niet of zo, hè? Dus ja, er is misschien ook twijfels. En ja, misschien doe je eigen ook veroordelen dat je misschien niet zo'n doorzetter bent, maar ieder mens is verschillend, hè? Dus. Dat mag er ook allemaal zijn, hè? Als iedereen hetzelfde is, is het ook niet leuk, hè? Dus, ja, misschien hebben anderen een mooie auto en jij niet of zo, hè? Dan denk je, ja, kan je wel eens. Ja, iedereen is wel eens jaloers, hoor. Dat is heel normaal. Dat is geen veroordeling of zo. Maar ja, het is wel dat van tevoren misschien dat het universum van tevoren zegt van. Ja, dit brengen we op jouw pad, hè? Als iemand in Afrika geboren is, zeg maar, dan zit hij daar niet voor niks, hè? Dan heeft hij daar niet die wilde en zoals hier in het Westen, hè? Dus, maar toch zijn ze wel vaak heel gelukkig, stralen ze vaak ook, hè, die mensen. En dat vind ik altijd zo mooi aan die mensen, dat ze zo mooi kunnen lachen, hè? Ook al hebben ze het best zwaar, maar zijn toch wel blij met de kleinste dingen. Dus ja, deze levensomstandigheden waar je in zit, wordt ook soms ook gegeven. Ja, ik heb ook wel van die Mongooltjes die zeggen, waarom ben ik Mongool geworden? Ik wil gewoon zijn, hè. Maar dan zeggen die andere Mongooltjes dan bijvoorbeeld tegen die ene. Ja, maar je bent nou eenmaal Mongool, hè. En dan moet je accepteren dat je zo bent. En ja, en dan zien ze misschien hun zusjes wel helemaal gezond, hè? En dan kan jaloersheid optreden, want ja, makkelijke vriendjes krijgen of zo, dat soort dingen, hè? De ene is natuurlijk mooier als de andere,
Ik kan ook wel misschien jaloers zijn op bepaalde mensen die heel knap zijn. Maar ja, het is niet anders. Je bent zo geboren, hè? En dat is met een reden. Ik weet dat we, als we terug naar de hemel zijn, dat we allemaal een hele mooie lichaam weer te krijgen. Jong zijn en allemaal heel stralend en heel goed uitzien. Dus jij bent je unieke zelf. Dus ja. En je weet ook nooit wat er aan de hand is bij andere mensen, hè? Dus het lijkt misschien mooi, maar misschien zijn ze wel van binnen helemaal ziek of zo, hè? Dat ze een ziekte bij zich dragen en waar jij niks van weet, hè? Als ze onder behandeling zijn of zo, hè? Dan denk je van, die heb je allemaal voor elkaar. Maar het blijkt toch achteraf, als je ze dan misschien beter leert kennen, dan denk je, joh, zo, die heb wel erge ziekte of zo gehad, hè? Misschien overwonnen, maar of nog steeds bij zich heb. Dus ja. Eigenlijk moet je proberen niet jaloers te zijn, hè? Gewoon je eigen leven leiden en ja, je eigen uitdagingen dus gewoon doorheen gaan, hè? Dus authentiek zijn, gewoon denk ja, ik ben zo eenmaal, hè? Ik ben ook niet zelf de knapste. Ja, ik heb ook hele dikke brillenglazen en dat soort dingen. Ja, het is ook wel wat voor energie je uitstraalt en andere mensen. Hè? Je hoeft niet zo knap te zijn. Ik heb wel zoiets als ik oud ben, hè, dan denk ik van ook aan mij schelen, ik ben toch al oud. Ja, zo mag je er ook over denken van, ja, ik ben nou eenmaal zo en ze moeten mij maar accepteren hoe ik eruit zie. Hè? Ja, iedereen volgt zijn eigen pad, hè? En zo ben je eenmaal op aarde gekomen. En ik ben soms niet altijd zo prachtig geschapen. En er is natuurlijk ook wel een heel vals beeld met filters en al die modepopjes die geopereerd zijn aan het gezicht. En ja, het is allemaal ja, bewerkt ook en geopereerd en om maar jonger eruit te zien en dan ben je echt, ja, ik vind dat niet zo heel, niets, ik ben daar geen voorstander van zelf. Je moet gewoon accepteren hoe je eruit ziet en anderen moeten dat dan ook doen, hè. Je moet ook gaan accepteren zoals je eruit ziet. En ja, en dat je minder geld hebt, ja, dat is nou eenmaal nu in het leven. Dat kan je misschien wel straks weer ombuigen, dat je wel een bron van inkomsten ziet. Door misschien nog een iets andere baantje, misschien ernaast te nemen wat je al doet of zo. Of als het mogelijk is, hè, met kinderen is dat heel moeilijk. Maar ja, wees niet jaloers op andere mensen. En jaloerse mensen, die negeer je gewoon als ze jaloers op jou zijn, weer zijn, hè. Dus ja, net als die Riede, dan had ik al eerder verteld, dat ziet er zo knap uit. En dan zeggen ze, ja, we zitten alleen maar naar je gezicht te kijken, niet naar de kaart. En dan durven ze gewoon niet meer in beeld. Dus ja, ik doe dat ook weinig, ik kom ook weinig in beeld. Maar goed, wees niet jaloers. Jaloersheid kan in de weg staan. Bij het groep 2, hè. In ieder geval, dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Oké, de volgende groep. Jullie hebben de zeeleeuw en empathie. Ik sta open om beide kanten van de situatie te zien. Dus, nou, dat is heel mooi als je dat ziet, hè? Dus, ja, stel je voor je bent verliefd op een ander, maar die is nog gebonden. Ja, je snapt ook misschien waarom het zo moeilijk is misschien om afscheid te nemen of zo, hè? Dat jouw persoon die voor jou bedoeld is afscheid te nemen. Dat het echt niet makkelijk is. Hè? En misschien, ja, dat begrijp je waarschijnlijk ook. Dat het heel moeilijk is. En dat is heel mooi als je empathisch bent natuurlijk. Hè? Dus zie je beide kanten. Hè? Dat is voor jou is heel moeilijk. Maar voor die andere persoon is het ook heel moeilijk. Ze hebben hun leven natuurlijk ook geleefd, misschien met een bepaalde
iemand en zie ook de wereld door hun ogen. Veroordeel elkaar niet. Misschien heb het even tijd nodig, hè, om voor de ander om hier uit te komen. En het is allemaal levenslessen wat je moet leren. En soms denk je wel van, denk je soms wel eens meer aan jezelf, hè? Van, ja, waarom doet hij dat niet? Waarom gaat hij bijvoorbeeld niet weg bij zijn vrouw of vriendin of weet ik het? Of kiest hij steeds iemand anders? Waarom loopt hij steeds weg? En dan is hij nog niet er misschien aan toe. Of dan is die persoon misschien nog niet klaar voor. Ik noem maar een voorbeeld, hè, maar het kan natuurlijk andere dingen zijn. Wat er gebeurd is, misschien met familiebanden, dat er steeds ook een mot is of zo. Een goed gesprek lost heel veel op, zou ik zeggen. En zie je met de ogen van compassie. Dus begrijp elkaar. Het is niet jouw taak om daarover te oordelen. Het universum mag daarover oordelen. En jouw taak is eigenlijk om lief te hebben en dingen te begrijpen. Dus begrijp beide kanten van de situatie. Dat is deze les, hè, die nu geleerd mag worden. Of misschien ken je dit al heel goed, hè? Misschien heb je dit al geleerd, hè? Dat je denkt van ja, nou, ik snap die andere kant. Ik snap wel dat die persoon het moeilijk heeft. Misschien zijn er kinderen bij betrokken. Of hij is er nog niet aan toe. Hè? Misschien ben jij nog maar niet zo ver. Ja, je weet het niet, hè? Het universum bepaalt alles wat dat betreft. Je ziet ook alles, dus je hebt alles door. Je kan je ook niet voor de gek houden. Hè? Heb genoeg empathie in de situatie waar je in zit. En hij ook, hè? De andere persoon ook. Kan ook een zij zijn natuurlijk, hè. Het is soms gewoon afwachten. Het overlaten aan het universum. Voor de rest kan je dan helemaal niks doen. Dan wachten. Heel vaak zeggen ze dan wait and see. Wacht en zie. Dus tot de juiste tijd, hè. Goed, dat was de derde groep. Ik hoop dat je hier al wat hebt. En tot de volgende keer. Doei! Oké, de laatste groep van de poes. Jullie hebben vrede. Ik ben een wezen van liefde en ik laat alle negatieve energie los. Ga ik even erbij zoeken wat erbij hoort. Ik had het nog niet opgezocht. Maar ik heb hem bijna. Ja. Ik ben een wezen van liefde. En ik laat alle negatieve energie los. Zorg dat je in balans bent. Je hoofd. Je lichaam. Helemaal eigenlijk. Leer ook de waarde van vrede en rust in je en vreugde in je leven door ook stil te zijn, hè. Dan kan je echt verbinden met het universum. Als je stil bent, als je steeds maar alleen maar aan het werken, werken, werken bent, dan kan je die vrede van het universum niet ervaren. Kan je niet die band opbouwen met het universum. En dat is wel de bedoeling, hè, dat je wel die band opbouwt met het universum. Door in stilte misschien de natuur in te gaan. Met het universum te praten, met God te praten, met Jezus te praten. Ik zelf zit ook al vaak gewoon te praten soms, hè. En dan lijkt het alsof ik in mezelf zit te praten, maar ik praat dan eigenlijk tegen het universum, hè. Dan zegt mijn man, zie je eigenlijk te praten? Ik zeg, eigenlijk ben ik met het universum aan het praten. Maar goed,
Ik ben echt, ja, ik zoek echt wel contact. En het is de bedoeling dat jij ook contact zoekt met de bronnen, met het universum. Dus laat alles wat onvrede in jouw leven brengt, laat dat los. Dus wees je er bewust van hoe krijg ik nou vrede in mijn leven en hoe laat ik de negatieve energie los? Hoe laat ik negatieve mensen los? Hoe laat ik mensen los die totaal niet passen in mijn denkwijze? Dus ga in stilte. En ook op, doet het pijn, hè? Want die mensen ken je misschien al een hele tijd, hè? En dan denk je, we moeten die ook nog loslaten, hè? Denk, waarom, hè? Soms denk je wel eens, waarom is dat nodig, hè? Maar dan blijkt toch wel dat het een goede keuze was, omdat jij ja, niet meer bij hun past. Dus je mag harmonie in jezelf creëren. En ook ja, mensen die bij je passen toelaten in je leven. Maar blijf vooral kalm. Vertrouw op de stem van je hogere zelf. En creëer een omgeving waar je echt in tune bent, hè? Dus met je ziel. Dat je denkt, ja, ik voel hier de vrede. Ik heb vrede in mezelf. Ik heb vrede wat er gaat gebeuren misschien, hè? Ik kan dingen loslaten. Ja, dat soort dingen, hè? Dat je denkt, ja, ik ben er misschien al klaar voor. Ik voel dan die vrede, ik voel die liefde. Ja, ik ben een gezegend mens, hè? En ik laat alle negatieve energie los. Ik wil er niet meer in zitten. En als ik erin zit, hè, dan, soms val je toch weer even terug. Probeer daar zo snel mogelijk weer uit te komen. Ook al komt het even, moet je even alles op een rijtje zetten, hè, als er wat negatiefs gebeurd is. Ja, dan kan het misschien een dag duren, een paar dagen duren. Maar ja, pak jezelf dan weer op, hè. En ga gewoon weer verder in vrede. En luister vooral naar jezelf. Want je bent alleen op de aarde gekomen en verlaat alleen de aarde ook weer. Dus ja, dat is niet egoïstisch. Dus dat mag je echt gaan doen. Goed, dit was de laatste kaart. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn reading. Vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer. Doei!